Ik ben Casper Schipper. Ik werk voor Geograding uit Luttelgeest. En ik zit hier naast de Smart Grader Reader. De Smart Grader Reader is onze nieuwste machine waarmee wij proefmonsters kunnen registreren. Ik heb hier een proefmonster, vers gerooide fontanen, pootgoed. En we gaan zo meteen eens even kijken of ze al aan de maat zijn om eventueel dood te kunnen maken. De Smart Grader Reader heeft een 3D-camera. Van bovenaf kan de camera de aardappels herkennen. De afstand tussen de band en de hoogte van de aardappel is natuurlijk gewoon de hoogte. De lengte en de breedte worden van bovenaf geregistreerd. Met de breedte en de hoogte kunnen we de vierkantsmaat berekenen. En met de breedte, de hoogte en de lengte kunnen we het gewicht berekenen. De reader werkt met een verbinding tussen elke smartphone of laptop. Dus hij is zeer gebruiksvriendelijk. Ga ik naar Batch Overview, fontanen, proefrooien, hij is geregistreerd. Wat registreert hij dan? Square size, de werkelijke vierkantsmaat. De lengte wordt per aardappel geregistreerd in millimeters. De breedte, de hoogte, uit die drie is simpel het volume van de aardappel te berekenen. En het gewicht per aardappel. Nou. Per proefmonster wordt het ook makkelijk weergegeven. Begin eventjes. Hier zie je de standaard pootgoedmaten. De 0 tot 25 heeft hij 4 knollen geregistreerd. 31,7 gram. Dan gaan we naar rechts. 55-60 heeft hij nog niks geregistreerd. De pootgoedmonster is dus nog niet aan de maat. Eén man, denk ik dat één monster per minuut haalbaar is. Het halen en brengen van een zak of een krat, dat duurt nu het langste. Maar de machine heeft overcapaciteit. Arbeidsbesparing, zeker in het najaar. Meten is weten. Het meten kost gewoon ontzettend veel tijd. Hij is te vervoeren in een busje. Met een paar kleine aanpassingen is hij gewoon op een auto-accu aan te sluiten. Zodat in het veld makkelijk geregistreerd kan worden. Alles waar je niet mee hoeft te slepen naar één locatie, krijg je ook geen vermenging, geen versmering, geen in het geval van pootgoed, bijvoorbeeld bacterie. Het monster kan in het land blijven en hij heeft op het land, heeft hij in de telefoon zijn resultaten.